Ik zit hier echt super feestelijk aan een prachtige tafel, want hier wordt gebruncht, geluncht. We zijn vandaag bij het 75-jarig bestaan van de buurtvereniging van de Haagse Straat. Nou, die mensen die hier zitten te eten, dat zijn de bestuursleden. En stel jij je even voor alsjeblieft. Nou, ik ben Mini Jans. Ik ben dus de voorzitter van onze vereniging. En hier tegenover mij zitten ook een paar mensen lekker te eten. Die zitten ook in het bestuur. U bent? Ik ben Arthur Akmans en ik ben de penningmeester van de buurtvereniging. Ik ben Clemens Binkhorst en ik ben gewoon bestuurslid. Nou, Mini, allereerst hartelijk gefeliciteerd. De buurtvereniging is opgericht toen Kuik 2000 jaar bestond. Er waren heel veel buurtverenigingen. Maar ja, wij zijn er over. En de rest is allemaal... En is mede te danken door de vele vrijwilligers die echt van alles organiseren. We hebben natuurlijk vroeger het kienen gehad, oud papier ophalen. En nu is het meer voor de leden. We hebben de stepkampioenschappen gehad in de straat met de spelletjes. Nou, dat was altijd super. Dus die hebben we weer van stal gehaald voor 1 jaar. Dus we gaan straks met z'n allen de step op. Heel veel activiteiten natuurlijk in die 75 jaar. En wat ik begrijp, eigenlijk niet alleen dan voor deze straat. Of wel, soms mogen ook andere mensen aansluiten bij de activiteiten. Ja, we hebben dus het kienen hebben we ook voor andere verenigingen gedaan. De spelletjeswedstrijden. Iedereen kon gewoon komen en iedereen kan meedoen. Dus dat is het mooiste van een buurtvereniging. Ja. Hoeveel huizen staan er ongeveer aan de Haagse Straat? Ik kijk even. 53. Naar... 53. En zijn al die mensen ook lid? Nee, maar ik denk wel zo'n 70-80%. Ja. Ja. En waarom zouden mensen eigenlijk lid moeten zijn van jullie vereniging? Ja, omdat we echt leuke activiteiten doen voor de leden. We hebben een seniorenreis, we hebben echt leuke feestavonden en kinderactiviteiten. Dat is allemaal echt leuk. Leuk om te doen. Ja, het is wel echt een beetje voor jong en oud. Ja, voor iedereen. We hebben bijvoorbeeld een Wie is de Mol gedaan en dan groepen maken met jong en oud. Eigenlijk van alles organiseren wij. Wat je net zei, jullie zijn eigenlijk de enige die nog zo'n beetje is blijven bestaan in ieder geval. Hoe kan dat? Waar zit die kracht in? En ook de vraag, is het nog iets van deze tijd om een buurtvereniging te hebben? Nou, eerst was het veel makkelijker. Er was veel meer saamhorigheid. De mensen die hier woonden, die hadden niet een hoge schutting voor. Die hadden gewoon een klein stukje gaas ertussen. Dus iedereen was eigenlijk altijd met iedereen. En het is nu wel moeilijker geworden, want er komt veel meer van buitenaf, zeg maar in de straat. Eerst was het veel meer bekend allemaal. Ja, meer de Kuikse mensen. Ja, en van een andere nationaliteit. En die sluiten zich dus niet zo gemakkelijk aan. Dat is heel moeilijk. We proberen het wel, maar ja, dat lukt niet altijd. Terwijl zo'n activiteit als vandaag, in zo'n feestweekend, dat is toch duidelijk voor iedereen? Ja, precies. Ja, ik vind dit geweldig. Als er zoveel leden komen en dan, je ziet gewoon de gezelligheid hier. Dat is fantastisch. Een vereniging zoals deze, die kan natuurlijk niet blijven bestaan met alleen een paar bestuursleden, of wel? Nee, we hebben heel veel vrijwilligers. Vooral net met deze feesten. We hebben een groep voor de brunch, we hadden een groep voor de spellen, een groep voor het versieren. En dat we natuurlijk zo'n gebouw hebben in de straat, of oké, om de hoek. Maar ja, met die samenwerking, ja, dat gaat heel erg goed. Want ik denk dat we zonder de Noeie niet hadden bestaan. Dat kan dan niet meer, want een verenigingsgebouw is gewoon heel fijn. Ja, dat is echt heel belangrijk, een plek waar je echt altijd terecht kunt. Ja, ja. In principe kunnen wij hier bijna altijd terecht, al onze feesten en zo. Gisteravond de receptie die goed bezocht is. Een prachtige feestavond heb ik begrepen. Nu een heerlijke brunch. En zometeen nog... De steprace, hè? Nou, hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag. En dat we nog maar veel mogen volgen, hè? Ja, ik hoop het wel. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ha ha!
Waarom stuk van de kalfhalen? Ja. Oké, dus wij komen de hoogscore bij jullie op. Hey! Goed zo! Eerste drie. Jongens, we gaan het eerst uitvallen. Cool. Ja, de ballon is blond, denk ik. Wat is dat? Wat is dat?